TBN Prime Alert van woensdag 15 januari 2014. Uw aandacht voor de headlines. Markt Zuid vanaf donderdag weer open. Jarige VHP heeft aantal activiteiten. Openbaar Groen heeft eigen houtversnipperaar. Nu ook keuring zware trucks bij gebroeders Bagwandas. Openbaar Groen verfraait Paramaribo Zuid. Derde lijk bootongeval geborgen. En ambassadeur McDonald bezoekt consumentenzaken. Het is van het allerhoogste prioriteit dat wij een schone en hygiënische markt hebben. We zijn er op de Markt Zuid, ook wel bekend als de markt aan de Kankantristraat, die nu een grote schoonmaakbeurt heeft gehad. En we staan er met de marktbeheerder van Markt Zuid en dat is dan de heer Egbert Vonkel. Heer Vonkel, hoe lang is de markt al gesloten in verband met de schoonmaakwerkzaamheden? Van mijn kant ook een goede morgen. Hier gaat het eigenlijk om een reguliere schoonmaak van de markt, waarbij er tegen ongedierte bestrijding plaatsvindt en dat de standhouders ook de ruimte krijgen om schoon te maken, reparaties te plegen. En dan wordt dan met de brandweer de hele markt schoon gewassen. Dus dit is een gebruikelijke, wat eigenlijk om de 3 maanden plaats moest vinden. Maar in georganiseerd verband is het nu gelekt naar om de 4 maanden. Dus deze markt is sinds vorig jaar 2012 maart bespoten. En dat doen we nu weer. Dus het gaat om gewoon schoonmaken. We zijn sinds zaterdag begonnen, zaterdag 11 januari zijn we begonnen. En vandaag is de laatste dag om algehele schoonmaak. En dan gaat de markt morgen, donderdag, om 6 uur weer open voor het publiek. Ja. En met de bestrijding die we dan hebben gehad, is er toch wel veel ongedierte dood gegaan? Nou, als je nagaat dat de markt eigenlijk bijna over een jaar weer een grote schoonmaakbeurt krijgt, dan had je eigenlijk moeten verwachten dat er hopen ratten en kakkelakken dood zouden sterven. Maar wat we hebben gezien, wijst er niet naar. Er is wel ernaar gewerkt dat de standhouders zelf op geregelde tijden, regelmatig basis, hun ruimte zelf schoonmaken, bestrijden en zo. Dus misschien is dat het resultaat ervan. Maar het is niet gebleken dat het na een jaar bespoten is. Oké. Okay. Ja? En hebben de standhouders hun volledige medewerking verleend? Nou, eigenlijk mijn werkmethode naar de standhouders toe is altijd zo dat we dan elkaar niet wegjagen, maar dan elkaar roepen. Dus eigenlijk, dit is mijn tweede bespuiting hier. En ik mag zeggen dat ze die mensen altijd spontaan meewerken. Okay. Ja? Ik heb altijd volledig medewerking van die standhouders. Ja. En na een verkoopdag ruimen ze meestal zelf op? Natuurlijk gaan ze zelf opruimen. Dat is hun waar natuurlijk. Maar het vuil wordt door een particulier bedrijf opgeruimd. Ja. Dus u zou wel zeggen dat de standhouders zelf werken naar een schone en hygiënische markt? Zoals u dat zegt, ja. Ja? Ja. Zijn er nog andere zaken die u zegt dat u als marktbeheerder toch wel verwezenlijkt wil hebben voor deze markt? Kijk, ik kan begrijpen dat deze markt niet voldoende geld terugbrengt in de overheidskast. Maar als we zo'n iets al eenmaal hebben opgericht en ermee bezig zijn, dan moet van overheidsweken altijd een respons komen. Ik ben nu pas een jaar hier, dus ik kan niet zeggen dat de overheid niet aan deze markt werkt. Dus eigenlijk, dit is begin van het tweede jaar, dus dan pas gaan we zien of er eigenlijk een respons komt. Want van deze markt, als we zo kijken, dan is er heel wat dat gedaan moet worden. Zoals? U weet van een tijdje geleden dat deze markt na een fikse regenbui altijd onder water liep. Mm-hmm. Oké, nu is het zo dat het niet meer onder water loopt.
Er komt wel water erin, wat tegengewerkt kan worden. Maar na een paar minuten stroomt het weer weg. Okay. Dus die mensen kunnen dan verkopen. Rekent het dag en nacht. Het was ook bekend dat het vrijwel soms donker is in de markt. De verlichting is een beetje weinig. Is er daaraan gewerkt? Dus bij mijn intrede hier heb ik direct werk van gemaakt. Mm-hmm. Dus als u zelf nu rondkijkt, dan ziet u van alle lichtpunten branden. Misschien is het nog niet voldoende en daaraan moet nog gewerkt worden. Ja. Ja? Hoe zit het met de opruiming van de vetputten hier? Dat gaat vandaag. Dus ik heb zelf rondgekeken en ik heb gezien van vetputten die zijn aangebracht. Nooit zijn geleden. Maar dat zal vandaag gebeuren. Mm-hmm. Ja? Dus die standhouders kunnen rekenen op een goed werkend vetput. Ja. En de schoonmaak, door wie zal dat gedaan worden, de laatste schoonmaak? De laatste schoonmaak wordt met een medewerking van de brandweer gedaan door Israël Schoonmaakbedrijf. Ja. Goed. Dank u wel, heer Vonkel. Dank u wel. We gaven reeds gisteren te kennen dat de VHP 65 jaar bestaat en dat in dat kader een aantal activiteiten georganiseerd zullen worden. Vandaar dat wij gemeend hebben om vandaag te praten met de heer Glenn Oelers. Hij is in het dagelijks leven cardioloog, maar binnen de VHP is hij een van de ondervoorzitters van de partij. En daarnaast is hij ook de coördinator commissie 65 jaar VHP en ook herdenking 65 jaar VHP. Heer Oelers, mag ik u alvast feliciteren met 65 jaar VHP? Dank u wel. De felicitaties zijn voor mij en voor bestuur en leden van de VHP, maar in feite voor de hele Surinaamse samenleving. Ja. Want de VHP komt voort uit de Surinaamse samenleving. Alvorens we praten over het feestprogramma, heer Oelers, wil ik toch graag van u weten wat 65 jaar VHP voor u betekent. Nou, 65 jaar VHP moet je niet los zien van de totale politieke ontwikkelingen die zich voltrekken hebben in Suriname. In feite zou je bijna kunnen zeggen dat de grootste politieke partijen die door de jaren heen het politiek landschap van Suriname bepaald hebben, uit één en dezelfde periode geboren zijn. En eigenlijk de naoorlogse periode. In een periode waar er hele sterke sentimenten waren naar een eigen huis, een eigen verantwoordelijkheid. Vandaar dus dat op een gegeven moment men naar het statuut gegaan is. Dat als een soort tussenstap of een verkapte vorm van kolonialisme zou kunnen zeggen. Maar in ieder geval dat er een zeker anti-kolonialisme heerste. En in die periode zijn dus de grootste politieke partijen voortgespoten, waaronder de VHP. En ze hebben allemaal een religieuze, een etnische en een maatschappelijke positie van waaruit ze gekomen zijn. De VHP heeft in de afgelopen 65 jaar, zowel maakte dat niet uit of ze in de oppositie zaten als dan wel in de coalitie, op een constructieve wijze een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het land. En in feite ook voor de verdere vormingen inhoud gegeven aan de democratische rechtsstaat van Suriname. Daarnaast natuurlijk op hun eigen wijze een bijdrage geleverd hebben aan de onafhankelijkheid van het land en de verdere uitbouw. En zeker nadat in de jaren 80 de democratie hier en de grondwet vertrapt werden, dat zij ook dan in die periode een rol gevuld hebben in het belang van land en volk. En natuurlijk na de jaren 87 samen met hun oude partners voor gezorgd en dezelfde partijen in feite die in de jaren 50 gevochten hebben voor een rechtsstaat Suriname. Opnieuw de rechtsstaat hebben gered door op dat moment, op het meest cruciale moment, de verkiezingen te winnen en een combinatie te vormen die Suriname opnieuw een richting gegeven heeft naar herstel van de democratische rechtsstaat. Jammer genoeg zitten we weer in een periode waar dat allemaal weer verloren gaat. Maar wij maken ons nu sterk, nu in het voorverkiezingsjaar, om het roer weer over te nemen. Ja. En zoals ik het aangaf, 65 jaar wordt gevierd. Wat zijn de activiteiten, heer Oelers?
Het wordt niet alleen gevierd. We hebben ook bewust gekozen omdat, net als alle andere grote politieke partijen, de VRP ook geboren is uit de religie. En dat je dan dat als een van jouw waarden, kernwaarden binnen de partij steeds geaccepteerd en gehandhaafd hebt. En vanuit de religie ook steeds gewerkt hebt. En vandaar dus dat we dan ook gezegd hebben dat we op de jaardag zelf, dat is morgen, 16 januari, dat wij een gebedsdienst zullen hebben. En dat wij natuurlijk de genade van de Almachtige zullen afsmeken om de partij ook de komende jaren te sterken om dat grote en moeilijke werk te kunnen blijven doen. Dus we hebben dus op 16 januari hebben wij dus een gebedsdienst waar wij zullen hebben dat een zestal tot zevental geestelijken van de grote religieën hier in gebed zullen gaan voor de VRP en in dienst zullen voorgaan. En de voorzitter van de partij zal aan het einde van die avond zijn felicitatieboodschap uitspreken. En in elk geval het woord richten tot de aanwezigen en het volk van Suriname. Dan hebben we zaterdag aanstaande. Daar heb je dan een veel grotere activiteit. We beginnen al vrij vroeg. Om 5 uur gaan we personen die zich verdienstelijk gemaakt hebben binnen de VRP huldigen. En het is 65 jaar, dus in die 65 jaar hebben mensen misschien 65 jaar lang hun krachten gegeven aan de VRP. Maar ook anderen die, die niet zo lang hun krachten gegeven hebben en een bijzondere bijdrage geleverd hebben aan de partij en door de partij aan het land, aan het volk van Suriname. En die huldiging zal in principe plaatsvinden vanaf 5 uur tot ongeveer 6:30. Waarna de inloop voor de tweede en de derde grote activiteit zal plaatsvinden. En dat houdt in dat na een korte welkomstwoord rond 7 uur 's avonds de onthulling van het standbeeld van meester Jagannath Lachman hier op het terrein zal plaatsvinden. En dat is voorwaar een van de bijzondere hoogtepunten nu binnen de VRP. Dat in het huis, op het terrein van de VRP, de grondlegger van de VRP een plek zal krijgen. Okay. Daarna gaan we over naar, zou je kunnen zeggen, de politieke fase van, van de feestvergadering die we zullen hebben. En daar zullen alle structuren, alle organen en leden van de VRP zijn uit alle delen van het land. Maar ook onze vrienden, sympathisanten en alle andere Surinamers die welkom zijn hier op deze dag. Om dan het politiek deel van die feestvergadering mee te maken. En dat is dus dat wij onze politieke partners, toen en nu, en onze politieke vrienden de gelegenheid zullen geven om een felicitatieboodschap uit te brengen. En daarnaast zullen dus ook enkele andere activiteiten om en bij plaatsvinden, zoals overhandiging van het partijprogramma. En zullen enkele personen een geschenk overhandigen aan de VRP. En deze dus aan de voorzitter van de VRP ook. Afdeling van VRP Nederland zal hier aanwezig zijn om een felicitatieboodschap te spreken. En na dus die felicitatieboodschappen zal de voorzitter van de VRP zijn politieke boodschap uitspreken in het kader van 65 jaar VRP. En daarna gaan we feest vieren. Want dan zullen wij onder de tonen van VRP Houseband, zal hier feest gevierd worden. En dat zal tot in de kleine uurtjes van de avond door blijven gaan. Dat is dus voor deze week. En dan hebben we de week daarop, op 25 januari, zaterdag 25 januari, hebben we dan
van 8 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. 2 uur 's middags hebben we dan een health conference. En dat is dus, heet een health vision Suriname 2030. Okay. En dat wordt gehouden in de Flex Mall, mm-hmm. Allernaast Koppenamenmarkt, ja. Aan de Koesewijnenstraat, in de hoek Koesewijnenstraat, Surinamestraat. Ja. En die health conference, die health vision Suriname 2030, is in feite een voortvloeisel uit de conferentie die vorig jaar januari gehouden is, namelijk de Vision 2030. Mm-hmm. Mm-hmm. De partij heeft dan het initiatief wederom genomen om dan die vision verder inhoud te geven. En we zijn begonnen met gezondheid. Heer Oelers, mijn dank is zeer groot dat u tijd voor ons hebt willen maken. Ik weet dat u heel veel werk hebt. Dank u wel en nogmaals heel veel succes en gefeliciteerd met 65 jaar VHP. De dank is aan u dat u ons de gelegenheid biedt om het Surinaams volk te informeren over 65 jaar VHP. Iedereen weet wat de VHP voor staat. En het is niets meer dan dat wij de gemeenschap informeren over waarmee wij bezig zijn. En daarvoor onze dank. En dank voor de felicitaties. Openbaar Groen heeft al reeds geruime tijd een houtversnipperaar. En wat het precies doet en waarvoor het precies bestemd is, daarover praten we met de heer Prithvi Jairam. Hij is onderhoofd van dienst der beplantingen. En de heer Danny Bergen, hij is coördinator dienst der beplantingen. Heren, goedendag. Goedendag. Ja, heer Bergen, met u beginnende. Een houtversnipperaar, het woord zegt het al, versnipperaar. Maar voor de mensen die dat niet weten, wat doet hij precies? Nou, het is meer hout, de stakken waar openbaar groen zelf gaat snoeien, mm-hmm. Dat wordt dus naar binnen gebracht en dan wordt het dus versnipperd tot mulch. Ja, en dat soort mulch gebruiken we voor om te decoreren, voor de plantjes, om te versieren, noem maar op. Ja. En wordt er al reeds gebruik van gemaakt? Ja, op vele plaatsen. Zelf in de bloempotten, dan wel bloembakken. Mm-hmm. Zeg maar daar bij DNA, Onafhankelijkheidsplein. Koesewijnenstraat, Lasmostraat, wordt het al daar gezet, zodat de mensen van de straat ook kunnen zien dat we bezig zijn met vervraaiing. Ja, wat is de directe reden geweest dat jullie zeiden dat jullie ook een houtversnipperaar moeten hebben? Nou, dat was eigenlijk het beleid van de vorige directeur. Mm-hmm. Die is toe overgegaan om zo'n houtversnipperaar aan te schaffen. Okay. Waarbij het dus eigenlijk kostenbesparend is voor de afdeling. Dat we geen mulch hoeven te kopen bij een particulier, maar dat we zelf mulch vervaardigen. En dit kunnen we zelf gebruiken intern en we kunnen het ook zelf verkopen voor de man van de straat. Ja. Dus hiermee wil ik ook bekendheid geven dat de man van de straat ook zelf bij ons terecht kan, openbaar groen, om zelf ook mulch te kopen. Ja. Maar niet dat zij zelf hout mogen aanleveren of boomtakken mogen aanleveren. Nou, ten aanzien van hout liever niet. Als het gaat om bomen, boomtakken, mm-hmm. Hebben we dan liever, als het gaat om mahoniebomen, liever dat. Of men kan ook contact maken met ons, waarbij wij de bomen zelf komen snoeien. Mm-hmm. En die takken nemen we dus mee naar binnen. Ja. Jullie hebben een eigen boomploeg? Ja, er is een afdeling boomploeg, mm-hmm. En die gaat erover. Ja. En de verkoop, daarmee zijn jullie nog niet gestart? We zijn nog niet gestart met de verkoop van... Het is in de planning? Het ligt wel in de planning, dat we... Ja, binnenkort, mm-hmm. Wel van start gaan. Dus gelang de vraag van de man van de straat naar mulch, kunnen overgaan tot verkopen daarvan. Ja. Heer Jairam, wat is de productiecapaciteit hiervan? Nou, zo'n broschipper of houtversnipperaar, als hij 2-3 motoruren maakt, 3 uren, dan kan je een 5 kub aan mulch verwerken, maar het hangt ook natuurlijk af van de houtsoort, mm-hmm. Want niet alleen hout gaat hierin, men, soms gaat de hele tak met bladeren, okay. Et cetera, ook daarin. Want behalve dat je als mulch kan gebruiken, kan je dat ook gaan composteren als organisch materiaal. Dus zeg maar als meststof, als organisch mest. Dus dat is ook een van de functies, mm-hmm. Van behalve dus verfraaien, mooi maken. Dus de ene zijde heb je, andere zijde ook
dat je ook verder kan verwerken tot organisch materiaal, dus mest, organisch mest. Ja. En, heeft, en is de productie dagelijks? Voorlopig niet. Het is niet dagelijks, omdat wij dan afhankelijk zijn van boomploeg, dus die de bomen snoeit. En hoe de, en hoeveel ze aanleveren, dat verwerken wij tot mulch. Ja. Of dan wel verder tot organisch materiaal. En hebben jullie speciaal hiervoor het personeel moeten trainen, de mensen die dit bedienen? Ja, dus bij de aanschaf heeft het bedrijf zelf een voorlichting gehouden, een training. Veiligheidsattributen, want die ding maakt enorm lawaai. Okay. Dus, de buurt heeft nog niet geklaagd? Nou, de buurt zelf niet, maar we proberen het op een zo afgelegen plek mogelijk te zetten. Er moet nog een afdak komen, een aparte unit, waarbij dan dat we ongestoord onze werk hier kunnen doen. Ja. Onze jongens, ja. Maar dit heeft sowieso openbaar groen en in het bijzonder de afdeling beplantingen een pluspunt gegeven. Jawel, zeer zeker. Omdat we dan niet meer afhankelijk zijn van elders te gaan zoeken. Okay. Want mulch vooral wordt geïmporteerd. Dus het is sowieso kostenbesparend voor de staat. En dus wij proberen zo productief als mogelijk te werk te gaan, waarbij wij zelf onze grondstoffen zoals mulch, zwarte aarde kunnen gaan produceren. In het vorige gesprek begreep ik dat jullie het machine kunnen verstellen aan de hand van de grootte, meneer Bergen. Dat is ja, zo? Dat klopt. Fijn. Ja. Dus de machine is verstelbaar. Mm-hmm. Je kan fijn materiaal eruit halen, maar ook iets groter en iets grover ook. Dus het is gewoon, het ligt aan hoe groot en hoe grof we dat materiaal hebben. Dus als jullie overgaan tot verkoop, kunnen jullie dan sowieso nagaan op wat de consument zelf wil en dan zo regelen, neem ik aan? Ja, dus daarop zullen we ook inspringen. Ja. En wat we ook willen doen is begin februari, we willen al beginnen met de verkoop van mulch. Maar dat neem ik aan dat jullie nog een datum bekendmaken wanneer dat precies gebeurt? Ja, dat zullen we wel bekendmaken via de krantenberichten, de media. Dat komt nog. Okay, dank u wel, heren. Ja. Oké, okay, bedankt ook. Voor het Keuringsinstituut, gebroeders Bhagwan Das, die heeft vandaag uitbreiding gedaan van haar dienstverlening naar de gemeenschap toe. En wat deze uitbreiding precies inhoudt, daarover praten we met de heer Shami Bhagwan Das. Hij is directeur, tevens keurmeester van gebroeders Bhagwan Das. Heer Bhagwan Das, gefeliciteerd alvast. Dankjewel. En wat houdt de uitbreiding van de dienstverlening precies in? De uitbreiding van dienstverlening is dat we nu ook categorie 4, met andere woorden voertuig boven de 5000 kilogram, kunnen keuren. Ja. En wat was de reden dat u deze uitbreiding wilde? De reden is natuurlijk de uitbreiding gewoon omdat ook vrachtwagens in goede staat, tenminste op een goed manier gekeurd moeten worden, qua veiligheid uiteraard. En dat er natuurlijk ook dat er ook met de juiste apparatuur de metingen worden verricht. Oké. Wat hebben jullie hier aan vooraf moeten doen om dit vandaag te hebben? Wij zelf hebben moeten investeren in wat geavanceerd equipment. Mm-hmm. Het bedrijf is erop aangepast. De inspectieput ook. En qua formele werk was het de STKM die een hoop werk heeft moeten verrichten. Ja. En is het allemaal over een leiendakje gegaan? Of het echt door een leiendakje ging, weet ik niet zeker, want dat is natuurlijk, de STKM heeft dat natuurlijk moeten doen. Okay. Ja, en of dat makkelijk gegaan is, weet ik niet. Er is wel heel veel tijd in gegaan. En wat is het investeringsbedrag? Dat vind ik niet noodzakelijk om dat door te geven. Oké, dat vindt u niet belangrijk. Nee. Maar nu met de uitbreiding, waartoe zijn jullie nu allemaal in staat? In principe zijn we in staat om alle voertuigen die een plaat hebben te kunnen keuren. Ja. Van brommen tot vrachtwagens. Ja. En staan er nog meer zaken op jullie verlanglijstje wat jullie willen doen?
Niet op dit moment. Mm-hmm. Laten we dit gewoon goed aanpakken. Ja. En ja, wat de toekomst brengt, weet ik niet. Ja. Dat zien we dan wel. Ja. Welke service biedt Gebroeders Bhagwandas precies aan? Het kunnen herkeuren van voertuigen. Mm-hmm. Van alle categorieën. Okay. Ja. Dank u wel. Graag gedaan. Ja. Openbaar Groen is thans bezig met een verfraaiingsproject. In het bijzonder in Paramaribo Zuid. En wat dit project precies inhoudt, daarover praten we met de heer John Lekton, die de onderdirecteur is van technische diensten bij Openbaar Groen. Heer Lekton, zoals ik het daarnet aangaf, jullie zijn bezig met verfraaiing, vooral met name Paramaribo Zuid. Wat houdt dit project precies in? Zo, de minister is van mening dat we onderhouden die straten. Mm-hmm. En hij zegt van hij wil verfraaien. Laten we verfraaien. En ik vind het ook een prachtig idee. Dus we planten op bermen. We maken schoon. En we planten op bermen om de stad te verfraaien. Toch met bloemen, palmen. En dat is gewoon. Dus echt verfraaiing. En het gaat heel netjes. Ja. Welke gebieden of welke woonwijken hebben jullie precies aangepakt? We hebben voorlopig, we zijn in Latour bezig. We waren ook aan de Indira Gandhiweg bezig, maar erg dramatisch. Een zondagmorgen waren we met de minister op, Reisdijk nou, zoiets, bij meneer Pereira. Mm-hmm. En daar was ook een heer van Seurswam. Mm-hmm. En toen we laatst gingen, heeft dat in de minister verschrikkelijk geïrriteerd. Dat er zoveel vuil en zoveel wateroverlast was aan de Indira Gandhiweg, Spoorsloot. Mm-hmm. Heeft hij hier gezegd van luister nou. Dus die meneer die zo'n contract had, heeft dat laten liggen. En deze minister pakt aan, die zei tegen de heer van luister. Ik wil hebben dat Spoorsloot schoongemaakt moet worden. Die vergisteren dan vandaag. En diezelfde middag, dus ik heb niet eens kans gekregen om met die heren van me weer die plantjes weg te halen. Waren er jammer 550 plantjes daar, allemandas. En er was geen ruimte, dus ze hebben alles dichtgemaakt met gras en puin. Mm-hmm. Maar de minister is toch wel, hij is hier sportief, hij is toch wel niet boos geworden, want hij, de respons vanuit de bevolking van ja, zulke mooie bloemen heeft men dichtgemaakt daar, en dat stemt hem heel goed. Dat ik begin te werken, mensen houden van verfraaiing. Maar heel binnenkort gaan we weer daar bezig zijn, we gaan die plantjes weer planten. En dus de hele stad eigenlijk. Eigenlijk is de bedoeling van de minister ook om te planten van de Rotonde Latour tot naar Para bij de commissaris Miranda. Pardon, hij vindt van als die mensen van Sanderij komen, dat is een heel prachtige stad in Reden. Lekker schoon en dat geeft plezier. Want vroeger had je zo'n straatbeeld van vuil links, rechts. Mm-hmm. Maar doordat men het 's avonds doet en met veel voorlichtingen, ook dankzij jullie, dat die mensen nu het begrepen hebben, het gaat steeds beter. Dus ja, we hebben nu een heel ander straatbeeld. Het geeft alle plezier om het te verfraaien. Ja. En we gaan ook bezig zijn op die school. Ik heb landbouw onder directeur Algo gevraagd om plantjes voor ons te klonen. En dat gaan we op scholen doen, binnenland, zowel in Groot Paramaribo en districten. Dan gaan we kersenbomen planten, sinaasbomen, dat die kinderen ook voorzien kunnen worden van vitamine C. Is ook een idee van de directeur en de minister. Oké. Okay. Maar hoe is het idee zelf ontstaan dat jullie gewoon zeiden van we gaan nu verfraaien, gewoon van de een op de andere dag? Of is er een voorval geweest dat jullie zeiden van we gaan starten met verfraaien? Kijk, doordat de straten andere beeld hebben, heeft de minister verschrikkelijk begeisterd. Mm-hmm. Man was zo blij en hij zegt van weet je wat, we gaan verfraaien. Dus dit is een baby van de minister. Okay. Minister van OV. Ja, maar wat moet nou de bijdrage van de gemeenschap gaan worden? Zo, heel graag als ze kunnen onderhouden. Af en toe voor hun deur wat nat maken in droge tijd. Dat doen we ook. We hebben een hele team die dienst der beplanting die die plantjes plant. En ze klonen die plantjes, ze planten die plantjes. En we hebben een speciale auto die uitgerust is om die plantjes te beregenen. Mm. En te bemesten. En daar zetten we mulch voor en zwarte aarde en topsoil. Zo zijn we allemaal bezig. Ja. Wat hebben jullie precies geplant? U zei aan de Indira Gandhiweg bloemen. Maar ik zie in de andere wegen palmen, als ik het goed heb. Dat zijn Miami palmen. Mm-hmm. Maar zo jammer, ik ging net langs en ze zijn uitgedroogd. Maar ik had van de gemeenschap heb ik dat vernomen, voor ik dat zag.
Ik ben er speciaal naartoe gereden toen ik van Wintiwai kwam. Want zoals u weet zijn we daar bezig met, hastig bezig met de bouw van die wooninheden. En ik ben me gaan oriënteren, zijn welke gedroogd. Ik wil dat ze die bladeren afsnijden, zodat het weer gaat bloeien. Ja. U zei het al, dat jullie binnenkort op de scholen willen beginnen. Is er al een datum vastgesteld wanneer jullie met dat project willen starten? Nee, ik ga helemaal van onderdirecteur Algo af. Mm-hmm. Want hij gaat die plantjes zomaar klonen. En ik heb een goede deal met de heer Joe van Blue Wings. Mm-hmm. Hij gaat ze gratis naar het binnenland voor me vliegen. Okay. Ja, hij ondersteunt wat dit allemaal betreft. Hij ondersteunt verschrikkelijk veel. Ik wil het niet zeggen. Ik hoop dat hij een dagje kan interviewen. Ik weet niet of hij wil dat ik het zeg. Mm-hmm. Maar we hebben enorme steun bij die man wat betreft het binnenland. Okay. Dus hij gaat ze gratis voor ons vliegen naar het binnenland. Zodat die kinderen, dat het ook schaduwbomen ook hoor. En vruchtbomen, zodat die kinderen van kunnen genieten. En dan ook wat educatief gelijk. Ja. En bij dit project, vervrijingsproject, van waar komen de plantjes en de bloemen? Zo, de bloemen worden zelf hier achterin gekloond. Okay. Ja, dat doet mevrouw Fransman van Dienst ter Beplanting. Zij geeft leiding daaraan, een vrouw die heel veel van plantjes weet. En ik heb de opdracht gegeven dat ze 10.000 Alamanda plantjes zullen maken. Dat zijn die mooie gele bloemen die lijken op Angalampus. Mm. Dat vervrijt heel mooi. En ook andere plantjes. Dat doet mevrouw Frans van Dienst der Beplanting met haar team. U gaf daarnet aan, heer Lekton, dat ook de mannen van Openbaar Groen, technische afdeling, bezig zijn met de bouw aan de Wintiwai. Hoe verlopen de werkzaamheden daar? Het verloopt vlot. Soms hebben we de weerschoring aan onze kant, maar het gaat. Die heren zijn goed gemotiveerd, dat zijn heren van Openbaar Groen. En die heren van RO, dat is restauratie en onderhoud, daar geeft meneer Ardin van OE leiding aan. Dus hij is bezig met het technisch gedeelte. En we hebben ook een team die uit Kommerwijnen komt. We hebben een team van hier en meneer Ardin van hoofdkantoor, hoofd van restauratie en onderhoud. Dus hij begeleidt het technisch gedeelte. Ik voer mannen aan, ik zorg voor voeding, et cetera. En de getroffen gezinnen, die hebben geen eigen inbreng hierin? Oh, ze helpen ook mee. Okay. Zijn heren daar die helpen. En het zijn mensen die werken. Dus we zijn goed bemand. Maar zodra ze vrij zijn, helpen ze een handje mee. Mag niet jokken. En we zijn ook bezig met, binnenkort ga ik bezig zijn met een tuin. Mm-hmm. Want ik deed al een project voor de president. Dat is groente halen bij een vriend van hem. Dus hij exporteerde groente. En die groente die afgekeurd werd voor export. Geen vervallen goederen. Groente die afgekeurd werden voor export, dus voor lokaal gebruik, heb ik gepakt en dat breng ik voor kindertehuizen, bejaardentehuizen en minder bedeelden in die resorten door middel van die RRC gaven aan en zij hebben ook meegewerkt. En dus, dat zijn de regeringsstructuren, die RR's en DR's. En we hadden een locatie waar we ons groenten verpakken en dat wordt voor die mensen gebracht in die straten. Die mensen kennen iedereen in de straten, zo goed is de organisatie. En, maar u weet, als groenten duur zijn in Holland, krijg je weinig. Dus ik ben zo blij hier dichtbij in de stad. Ik wil niet prijsgeven, heb ik ongeveer een hectare gevonden. Ik ga schrikken in de buurt van Verlengmolenpark. En daar mag ik gaan planten. Ik heb ook een afspraak met meneer Algo. Hij is ook heel blij mee. Dus landbouwonderdirecteur, hij is ook heel blij mee. Ik ga een plantenkat. Ik ga door die aannemers van ons laten en die jongens laten egaliseren. En grondbewerking gaan we doen. En hij gaat de hele plantenkast daarvoor opzetten. En hij is ook blij dat het in een scholencomplex is. Dus zodat die scholen ook daar educatief bezig kunnen zijn. Ik denk dat het een kleine loos wordt met een paar banken, wat scholing en zo voor die schoolkers. Hij is blij, dus hij gaat flink ondersteunen. En de organisatie die het terrein heeft ook toegestemd. Dus ik ben heel blij. Dus binnenkort gaan we een sociaal project doen. Dan is er volop groente voor die tehuizen, voor kindertehuizen, voor bejaarde mensen, dubarde tehuizen en ook arme mensen. Ik bedoel geen arme mensen hoor. Ik bedoel sociaal zwakkere mensen, ja. Die we gaan voorzien van groente. Dus ik ben heel blij, het gaat echt. En ik vind het zo geweldig. En ik ben geblest eigenlijk. Omdat ik met een president werk en een minister en een hele team achter ons die echt begeisterd zijn. En ze hebben zich opgesteld als visionaire en pioniers. Mm-hmm.
En ik begreep ze volkomen, vandaar ben ik ook begeisterd. Want ik bedoel, van we zetten dingen neer voor de toekomst. Als je kijkt naar een highway, naar vanmorgen nog naar highway, naar Sanderé, noem maar op, omdat er veel ongelukken plaatsvinden. Mm. We zijn bezig met megaprojecten, dat is echt voor de toekomst. We hebben allemaal zo'n deel te spelen in het leven, toch? En dit is die maar hun deal om het neer te zetten voor de toekomst, toekomstgericht. En dat begeistert me verschrikkelijk. En ik wil ook de gemeenschap vragen om heel netjes om te gaan met alles dat we neerzetten, helpen onderhouden. Want we hebben zo'n ziekte hier in Suriname, we zetten heel mooie dingen op. Maar het heel gauw eerst er een geweldig achterstand aan onderhoud. Ik heb een verschrikkelijk hekel aan. Je moet gewoon waarderen wat ze hebben en we moeten denken dat we dingen voor onze nazaten moeten laten. Okay. Ja, toch, wij zijn de stammen en de zaden van onze nazaten. Als we niks voor en als wij vallen, vallen zij ook. Dus dat moeten we in mind hebben eigenlijk. Okay. Dus ik ben echt begeisterd en ik ben blij om zo'n president, zo'n minister, hier regering team te hebben. En ik ga je één ding zeggen, mijn klacht dat er geen geld is. Weet je wat ik ontdekt heb? Als je een goed project hebt, is er altijd geld. Je project moet goed zijn. Je moet mensen kunnen overtuigen met je project. Heb je altijd geld. Ik ben zo blij. Ik word nagenoeg door alle ministeries ondersteund, met manschappen, met materiaal, van alles. Er is ook een project dat we doen met NCCR. En we hebben een deal, meestal vliegen die, waaien die daken weg in de late middag en avond. Ik was morgens opgebeld, kijk met mijn technische team en dan helpen we. Ik heb een paar zinkplaten van de president. Ik moet morgen nog zinkplaten halen van de minister, geeft me ook een paar platen dat we weggehaald hebben bij DNA. Dus komt hier, we gaan die gaten dichten met bantoenbanen, heel goede platen. Mm-hmm. En dan kunnen we mensen helpen die daken weggewaaid zijn. Okay. Dus ik voel me zo lekker. En ik heb ook ontdekt dat je verslaafd raakt als je mensen helpt. Je raakt gewoon verslaafd aan. Ik kan bijna niet slapen. Ik heb een heel gelukkige vrouw ook. En ze zit meer op televisie dan thuis. Maar het lukt. Okay. Het lukt. Blij te horen, heer Lekton, dat de projecten toch wel vorm krijgen en inhoud krijgen. Dank u wel en heel veel succes. Alsjeblieft. En blijf ons volgen. En ik apprecieer het steeds als u bij me komt. Want ik ben niet per schijl. Maar u helpt. Ik hoop dat mede deze interviews we mensen, ik wil niet zeggen heropvoeden, maar mensen voorlichten hoe ze allemaal om moeten gaan en waarmee we allemaal bezig zijn. En zodoende kunnen we een ondersteuning krijgen. Alsjeblieft. En werk ze. Het ontzielde lichaam van de derde drenkeling, de 18-jarige Silva Kwasi, is gistermiddag geborgen. Vandaag zijn alle drie slachtoffers ten grave gedragen in het dorp Apatou in Frans-Guyana. Nogmaals, het ontzielde lichaam van de derde drenkeling, de 18-jarige Silva Kwasi, is gistermiddag geborgen. Vandaag zijn alle drie slachtoffers ten grave gedragen in het dorp Apatou in Frans-Guyana. Ambassadeur Henry McDonald heeft op dinsdag 14 januari een bezoek gebracht aan de afdeling Consumentenzaken van het ministerie van Handel en Industrie. Tijdens het bezoek is door het hoofd van de afdeling Consumentenzaken, Danielle Sumter, in aanwezigheid van directeur Mauro Tuur en de minister van HI, Raymond Zapoen, een korte uiteenzetting gegeven over het ontstaan van de afdeling. Ook de voornemens van de afdeling met betrekking tot het consumentenbeleid zijn naar voren gekomen tijdens de ontmoeting. Volgens Sumter is het belangrijk om afspraken te maken met de ambassadeurs van de internationale organisaties waar de afdeling enige affiniteit mee heeft, zodat het beleid van de afdeling Consumentenzaken veel makkelijker en sneller afgestemd kan worden. Er zijn in verband met Wereld Consumentenrechtendag op 15 maart activiteiten in de planning. Ruim een maand lang zullen er awareness-activiteiten plaatsvinden voor consumenten, waarbij vooral jongeren betrokken zullen worden. Het internationale thema voor Wereld Consumentenrechtendag dit jaar is Fix Your Phone Rights.